Goeiedag allemaal. Het is dinsdag 12 mei, de 58ste dag van de quarantaine. En ik ben even op school geweest. Moest wat dingen doen voor PTA van klas 4. En we moesten ook even iets bespreken met de rector. En daar ben ik toen maar blijven plakken. Want het is ook wel fijn om weer op school te zijn, eerlijk gezegd. Er waren allemaal eindexamenkandidaten. Die hebben vandaag scheikunde en geschiedenis gedaan. En sommigen zijn nu klaar. En die liep een beetje verdwaasd hier rond. Van ja. Normaal zou je nu een feest gaan vieren vanavond. Omdat je klaar bent met je eindexamen. En daarna Mallorca. En ja, dat is dus nu niet. Dus ze liepen een beetje in rond. Ik geloof wel dat ze thuis er iets leuks van gingen maken. Met lekker eten en slingers. En misschien mag de vlag al uit. Sommigen weten al dat ze wel geslaagd zijn. Maar dat was dus een beetje wonderlijk. En verder beginnen we hier met maatregelen om te kijken hoe we op de anderhalve meter samenleving weer naar school kunnen. Dus ik film even wat je hier op de grond ziet, bijvoorbeeld. Ik moest me vandaag ook een beetje verdiepen in de 19e eeuw, omdat ik daar vragen over moet maken. En ik heb me toen eens even gestort op Willem II. En dat is best een interessante figuur. Niet alleen een voetbalclub uit Tilburg. Die overigens zo heet omdat Willem II heel graag in Tilburg kwam. En daarvoor allemaal dingen gebouwd heeft. En allemaal kazernes en paleizen. En heeft een gedenknaald daar gekregen. En verder was het best een interessante figuur. Hij heeft gevochten in de slag bij Waterloo en daar allemaal heldhaftige dingen gedaan. Dus door de rest van Europa werd hij beschouwd als militaire held. Hij is toen als zoon van Willem I koning geworden van Nederland in 1840. En hij heeft daarbij zich ingespannen om van het land een kunstnatie te maken. En dat sprak mij natuurlijk wel aan. Hij heeft gigantisch veel kunstwerken aangekocht en had zelf een hele mooie collectie. Rembrandts, Vermeer, Dürer, ook Antonie van Dijk, een schilder die in Engeland voor heel beroemd is geworden. Maar hij had een prachtige schilderijencollectie en hij heeft daarna zoveel schulden heeft gemaakt dat die schilderijen daarna ook weer verkocht moesten worden. En toen zijn ze allemaal aangeschaft door familieleden van zijn vrouw, Anna Paulowna. Die was namelijk de zus van de Russische tsaar. En die familieleden hebben toen ze een beetje geholpen door de boel op te kopen. Te redden van een faillissement. En daarbij zijn al die schilderijen naar Sint-Petersburg gegaan. En vandaar dat ze daar nu een hermitage vol met prachtige Rembrandts hebben enzovoort. Want dat komt dus gewoon van Willem II vandaan. Er hangt een schilderij van hem zelf in de Eerste Kamer. Dus als je hem wil bewonderen, dan kun je daar nog eens gaan kijken. Oké, dit was de geschiedenisles voor vandaag. Ook Erasmus staat er een beetje eenzaam bij. En we missen jullie allemaal heel erg. Dus, tot gauw. In ieder geval tot morgen in mijn vlog. Dag!